Er komen voorlopig geen woningen in dit monumentale pand aan de Frederiklaan in Eindhoven. In het gebouw zit nu nog het Summa College, maar die vertrekt daar volgend jaar. Vastgoedontwikkelaars Vole en Rijs willen 500 lofts bouwen in het pand. Maar daar steekt de Eindhovense politiek nu een stokje voor. Er liggen al heel veel plannen, te realiseren plannen voor dit gebied, die allemaal een beetje in dezelfde woningcategorie zitten. Zoveel dat we zeggen, dat gaat te veel met elkaar concurreren. Op zo'n korte termijn, dat is geen verstandige zaak. Dus we moeten niet de leegstand willen organiseren door te snel te veel te willen bouwen of te laten bouwen. Als we het Summa nou te overhaast laten inrichten door één ontwikkelaar, dan ben ik bang dat we dadelijk daar misschien niet de goede keuze over voor maken. En dat er op andere plekken misschien leegstand kan ontstaan? Ja, of dat we zelf bouwen voor leegstand, of dat er op Strijp S leegstand ontstaat. En dat is toch... Die overweging moet je maken. De gemeente wil de bouw van de lofts pas vanaf 2020 toestaan, als de woningbouw op Strijp S klaar is. Tot die tijd ziet de gemeente graag een culturele broedplaats in het monumentale Summa-pand.